de eerste paar dagen in New York hebben we een eenvoudige Airbnb gehuurd hier in New Jersey, aan de andere kant van de Hudson rivier, genoemd naar Henry Hudson. Henry Hudson is de persoon die in 1609 Manhattan heeft ontdekt. En Henry Hudson had de juiste mentaliteit. Hij had de echte... Die VOC-mentaliteit! Maar dat kan ook niet anders, want hij was ook in dienst van de VOC. Onder Nederlandse leiding werd Manhattan gekocht in 1624 voor een paar kralen en spiegeltjes met een tegenwaarde van 60 gulden. Maar wat zich daarna afspeelde, heeft er waarschijnlijk toe geleid dat Adeline en ik elkaar hebben kunnen ontmoeten. In 1664 veroverden de Engelsen namelijk Manhattan. En in de onderhandelingen die volgden werd besloten dat Nederland afzag van een claim op Manhattan en in ruil daarvoor mochten ze Suriname blijven bezetten. En zoals we weten is dat later een Nederlandse kolonie geworden. Als het daar anders was gegaan... Was goed aangepast. Hier wordt ontbijt gehaald. En dit is ons laatste ontbijtje hier in New Jersey. Dan op naar de camper. Manuel. Manuel. Hello. Manuel is our Uber driver to the camper van rental. We zijn aangekomen bij het kantoor van Escape Campervan. Ik ben benieuwd wat ze voor ons in petto hebben. Good morning. Good morning, how are you? Hi, thank you. Happy campers. Onze vriend Sean die heeft twee stagiaires die ingewerkt worden. Dus het duurt net even wat langer dan normaal, denk ik. Maar why not? We hebben alle tijd. Time to meet the camper. Yes, yes. Wow. Wonderful. She's got all the heavy lifting. We krijgen nu een cursus hoe je de bedden moet opmaken. There you go, perfect. Boom! Not bad, right? No, so that's going to be your bed. Good! Now, your refrigerator, and this light, it runs off of a solar panel on the top of the car. En daar gaan we in onze vrolijk gekleurde bus die luistert naar de naam Crayola. De komende weken zal dit ons rijdende huis zijn. Vandaag is het plan om zo ver mogelijk in de richting van Canada te rijden. Voor de rest van de trip hebben wij globaal de volgende route in gedachten. Vanuit New York richting Niagara Falls, door Canada naar Detroit en Chicago, vervolgens in zuidelijke richting naar Nashville en Memphis. Van hieruit via wat omzwervingen naar Denver en Fort Collins. Dan verder noordelijk naar Yellowstone om via Nevada in San Francisco uit te komen. Hier willen wij de weg langs de kust nemen naar LA. Dan weer oostelijk naar de Grand Canyon en we eindigen deze roadtrip in het knotsgekke Las Vegas. En nu ook Crayola weet wat haar te wachten staat, is het tijd voor een eerste pitstop. Nou, voor mij een broodje. Zo gewoon gebleven. Ik kom aan. Nou, Etje. Gaat lukken, denk je? Wat lukken? Kom op, Rob. Rem eraf. Rem. Oh ja. Ging het bij jou ook zo moeilijk? Ja, als zwemt. Hij gaat echt heel hard moeilijk. Ja. Wacht, ik zit niet op een paard.
Batuu. En Lien zit achter het stuur en we zijn meteen over de snelweg af. Het is 9:30, iets later dan gepland, maar we zijn aangekomen in Willow Bay, campground nummer 58. Ja. En nu als de wiede weer gaat aan de kook, want we hebben honger. Nou, we wilden net koken, macaroni, maar met al het licht aan komen vliegen. Dus we eten brood vandaag. Binnen. Binnen. Happy camper life. I just live here in my own. No one